Hadden we maar zwart chroom, maar dan een soort half zultan. Oh ja, cool. Je kan dus je moeder maken zoals je zelf wil, Ishairo en Karel. Kinderen van de speciale basisschool De Kring maken kunst. En geloof het of niet, deze komen te hangen in de kunsthal. En de opbrengst gaat naar het goede doel. Het project Kunstpiloot is bedacht door docenten Henriette. Met het project probeer ik te bereiken dat kinderen met een gedragsstoornis een actieve rol krijgen in de maatschappij. En ik merk gewoon dat het heel veel doet met hun trotsmomenten. Daar groeien ze van en dat gun ik ze gewoon heel erg. Luister goed. Van mij krijgen jullie allemaal een compliment. Wat heb jij straks gemaakt dat in de kunsthal komt te hangen? Nou, een kleurrijke vlinder. Want dat vind ik eigenlijk de makkelijkste en de sierlijkste welke er is. Wat heb jij gemaakt dat in de kunsthal komt te hangen? Een spin. Een spin met een soort van 16 of 8 ogen. Mag je wel gebruiken. En jij? Duizendpoot. Heel kleurrijk, maar het is wel heel moeilijk te maken. Kinderen willen hun eigen kunst natuurlijk wel zien hangen in een museum. Op naar de kunsthal. Het is wel een hele mooi concept, heel eenvoudig. Een bedrijf en kinderen die dat samen maken. En de kunsthal is eigenlijk een hele laagdrempelige instelling. Dus we willen veel kinderen gewoon eigenlijk kennis laten maken met kunst. En dit leek mij een uitstekend moment om het zo te doen. Ze blijven 2 weken hangen. En dit is nu de laatste groep. En we hebben een groep of 4 gehad. En die bleven dan steeds 2 weken hangen. En dan kwam er een nieuwe groep. Ja, ik vind het super geweldig natuurlijk dat de werken ook in de kunsthal hangen. En om de kinderen mee te nemen naar de kunsthal, want van deze klas waren er misschien 2 kinderen ooit in de kunsthal geweest, maximaal. Dus ze zijn er niet alleen geweest, hun werk hangt er ook en dat is natuurlijk fantastisch.